Oké, Koen, jij bent natuurlijk bekend als e-sporter geweest en nu vooral presentator bij de e-divisie. Maar nou ga je iets heel anders doen in één keer. Je gaat een marathon lopen. Waarom? Ja, sowieso vind ik sportieve uitdagingen heel mooi. Ik heb vorig jaar voor het eerst een marathon gelopen in New York. Was ook voor het goede doel. En ik vind het heel lekker om naar dat soort dingen toe te werken. En ja, ik wilde meer geld ophalen voor dat doel, OnlyFriends. En ik dacht van, hoe kan ik dat gaan doen? Naar aanloop van de marathon van Amsterdam. Lijkt me sowieso mooi om die een keertje te lopen. En ik wil nog steeds onder de 4 uur lopen. Ik dacht, hoe kan ik daar nou zoveel mogelijk geld voor ophalen? Ik denk door het gaan livestreamen. En ja, zo heb ik eigenlijk het idee bedacht om een heel grote actie te beginnen. Oké, hoe ben je hiervoor gaan trainen? Want ik natuurlijk een marathon kan je niet ongetraind gaan lopen. Nee, klopt. Dan moet ik zeggen, het is best wel lastig. Hardlopen is niet per se super leuk. En zo'n marathon zelf is gewoon wel heel mooi om mee te maken. Allemaal mensen langs de kant en je loopt met heel veel mensen. Het trainen zelf is niet mega leuk, maar je probeert wel gewoon echt vaker te gaan hardlopen. Ik voetbal ook nog steeds, dus ja, met de fitheid zit het op zich goed. Ik let goed op mijn eten en ja, je moet niet te zwaar zijn, want dat moet je allemaal mee tillen met je 42 kilometer. En wat doe je dan eigenlijk vooral in die livestreams? Want jij doet dan livestreams op YouTube. Wat doe je daarop? In die livestreams speel ik, maar ik open ook pakketten. En dat vinden mensen heel leuk om te zien. Het is toch elk pakketje spannend of er wat in zit, ja of nee. En ik ben zelf begonnen met een 1.000 euro donatie. En ik heb wat bedrijven gevonden die ook wilden doneren. En kijkers konden zelf ook een steentje bijdragen. Of kunnen nog steeds een steentje bijdragen door ook wat te doneren. Niks moet, alles mag in dat opzicht natuurlijk. En van al het gedoneerde geld gaat een deel naar de PEX en een deel naar het goede doel. Dat van de PEX gaan we niet eens opkrijgen. Dus dat gaat ook gewoon naar het goede doel als het overblijft. En ja, zo dienen we eigenlijk meerdere doelen. Had je vooraf voor jezelf een doelbedrag of had je gewoon het idee van, ja, kijk waar het strand? Ja, dat is zo moeilijk om te zeggen. Ik wist sowieso niet of het goed ontvangen zou worden, maar de reacties zijn zo positief. En kijkers alleen al hebben samen meer dan 4.000 euro gedoneerd op dit moment. Ja, dat is gewoon superveel geld. En OnlyFriends vindt het sowieso een heel mooi initiatief en ze zijn blij met elke 100 euro bij wijze van spreken. Dus nee, ik heb niet echt een doel, maar ja, het is gewoon superveel geld. Dus je ziet dat we met duizenden euro straks naar OnlyFriends kunnen. Weet je wat de tussenstand ondertussen nu is? Op dit moment is het iets meer dan 6.000 in totaal. Waarvan dus de helft naar OnlyFriends gaat. En dat gaat nog wat verder oplopen. We hebben nog tot 20 oktober. Dan loop ik de marathon. En de dag daarna of de paar dagen daarna willen we het gaan overhandigen. En er komen nog wat bedrijfsdonaties aan. Dus ja, het gaat echt de goede kant op. Oké, ontzettend mooi verhaal en leuke uitdaging. Ik wil nog dat je één keer even de camera goed pakt waarom de kinderen voor jou moeten doneren. Dus hier krijg je een microfoon. Alright. Ja, jongens, leuk dat jullie kijken. Zoals ik zei, niemand hoeft te doneren. Niks moet, alles mag. Maar als jij het een mooi doel vindt dat we geld ophalen voor jongeren die gehandicapt zijn. En het verdienen om op een mooie manier samen te kunnen sporten. Dan zou ik het natuurlijk fantastisch vinden als jullie doneren. Zoals gezegd, de helft van het gedoneerde geld gebruiken we voor packs in mijn livestreams. Die jullie hopelijk leuk vinden om te zien. En als daarin geld overblijft, en dat gaat zeker gebeuren, want er is zoveel gedoneerd. Dan gaat dat ook bij het OnlyFriends potje. Dus fantastisch als je wilt doneren, maar ook al leuk als je komt kijken. En sowieso bedankt voor al jullie steun, want het is echt insane.